Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Aardbeien. Peppa en George zijn op bezoek bij opa en oma Big. Kom kijken naar de aardbeien die ik heb gekweekt. Opa Big is er dagenlang mee bezig geweest met het aardbeien kweken. Jullie zullen vast onder de indruk zijn. Misschien kunnen we aardbeienjam maken? Ja, graag! Peppa en George zijn dol op aardbeienjam. En hier is dan mijn aardbei. Eén aardbei? Heb je maar één aardbeitje gekweekt? Het wordt de allerlekkerste aardbei van de wereld. Waarom zit hij verstopt in een klein huisje, opa? Hij zit verstopt omdat die brutale kleine vogels de rest opgegeten hebben. Jij brutale vogel! Dus nu zijn er geen aardbeien meer. En kunnen we geen jam maken? We kunnen wel jam maken. Want ik weet een plek waar heel veel aardbeien zijn. Op een aardbeienkwekerij. Dus daar gaan we nu naartoe. Dit is de aardbeienkwekerij. Hallo daar. Komen jullie aardbeien plukken? Ja, mevrouw Konijn. Dan zijn jullie op de juiste plek. We hebben hier alleen maar aardbeien. Wauw, dat zijn veel aardbeien. Pluk maar zoveel als je wilt. Daar is Pedro Pony met zijn vader en hallo. Moeder. Hallo Pedro. Jij hebt al veel aardbeien geplukt, zeg. Ja, maar mijn papa en mama eten ze steeds op. Oh, is hier de uitgang? Ik wil van mijn leven geen aardbei meer zien. Wat vreemd. Ik neem aan dat sommige mensen gewoon niet van aardbeien houden. Aardbeien plukken is leuk. Ik moet zeggen, deze aardbeien zien er prachtig uit. Maar het belangrijkste is of ze ook lekker smaken. Eerlijk gezegd, smaken ze heel erg lekker. Mmm, heerlijk. Ik ben dol op aardbeien. Aardbeien, aardbeien, sappen groot en zoet. Aardbeien, aardbeien, smaken altijd goed. Verrukkelijk. Maar vergeet niet, jongens, we zijn hier om aardbeien te plukken om er thuis jam van te maken. Stop ze in je mandje en probeer er niet te veel van te eten. Ja, oma Big. Ik neem nog een laatste aardbei. Ach, nog een laatste kan geen kwaad. Stoute oma, stoute opa. Je hebt gelijk, Peppa. Dit is echt de allerlaatste aardbei. Ik kan niet stoppen met eten. Hallo, vogels. Komen jullie de aardbeien opeten? De kleine vogels willen de aardbeien niet opeten. Misschien hebben ze er al te veel gegeten, Peppa. Ja, misschien heb ik er ook te veel gegeten. Het mandje van Peppa is vol. Het mandje van George is vol. De mandjes van opa en oma zijn leeg. Oma, opa, waar zijn jullie aardbeien gebleven? In onze buik. Misschien moeten we maar weer naar huis. Daar is Henkie Hond met zijn vader en moeder. Ze zijn net aangekomen bij de aardbeienkwekerij. Hallo, Peppa. Hallo, Henkie. Kijk nou toch eens. Wat een aardbeien. Oh, zeg dat woord maar niet. Welk woord? Aardbeien? Wat vreemd. Ik neem aan dat sommige mensen gewoon niet van aardbeien houden. Ik zie dat jullie veel aardbeien geplukt hebben. Waar is de uitgang? De uitgang is gewoon door de cadeauwinkel. Wat verkoopt u in uw winkel, mevrouw Konijn? Aardbeientaart, aardbeienkoekjes, aardbeienkaas, aardbeiensap, aardbeiensnoepjes. Heeft u ook iets zonder aardbeien? Nee. Ik denk dat we genoeg aardbeien hebben gehad, mevrouw Konijn. Wat gek. Niemand koopt ooit iets in deze winkel. Mevrouw Konijn, kijk eens hoeveel aardbeien we hebben geplukt. Goed gedaan, Peppa en George. Nu kunnen we aardbeienjam gaan maken. Peppa en George zijn dol op aardbeien. Iedereen is dol op aardbeien. Aardbeien, aardbeien, sappen groot en zoet.